Nu, het is snikheet buiten, het is boven de 30 graden. En waar wil je dan zijn? Juist, onder de bomen. Want de bomen brengen je beschutting en zorgen ervoor dat je het niet zo warm krijgt. Daar sta ik in het Zuiderpark, werkelijk een prachtig gebied, een botanische tuin met allemaal mooie bomen die al heel lang bestaan. Maar hopelijk ook nog heel lang meegaan en hoop ik maar dat ze tegen die klimaatverandering kunnen. Hè? Extreme regen, extreme hitte, extreme droogte. Oh ja, en die mensen die er gebruik van maken en erin klimmen en zo. Maar dat is van alle tijden. We kunnen heel veel leren van bomen, ook vanuit het buitenland, van de variatie die we in bomen hebben. En ik word vandaag rondgeleid hier in het Zuiderpark. En achter mij ziet u de meest bizarre boom, niet die mensen die hiervoor staan hoor. Maar die boom die daar dan achter staat, en dat schijnt een hele bijzondere boom te zijn, ja. Sertifyllum japonicum, om precies te zijn. Echt een typische boom van de toekomst. Hartstikke goed bestand tegen alle klimaatverandering die jij net voorspelt. Een fantastische boom, ruikt lekker, nu niet heel erg, maar als er straks het blad afvalt, dan is het een fantastische lucht naar krakelingen. Kan goed tegen droogte, kan goed in de openbare ruimte, in de bestrating, is daar een prachtige boom, fantastisch. Want hoe oud is deze boom nu? Nou, deze is volgens mij geplant in 1920, dus die zal, even rekenen, die zal nu 93 jaar oud zijn. Ik zie hem allemaal boomhutten en zo, maar dat mag niet, hè? Er kan meer met een boom dan dat je denkt. Er zijn nog meer spannende bomen hier. Er zijn hier absoluut meer spannende bomen. Nou. Oké, eetbaar of niet? Zien heel verschrikt. Hè? Dit is dus een kurkboom, hebben ze mij verteld. Hij is heel zacht, hij is inderdaad heel zacht. Ik kan hem helemaal induwen. Wist je trouwens dat nectar totaal niet belangrijk is voor een boom? Want nectar is alleen maar... Het is alleen maar om insecten te lokken. Voor de rest doet een boom er niks mee. Een boom niet, maar die insecten nemen toch spulletjes mee van de boom naar de andere boom? Dus alle bomen die afhankelijk zijn van insecten om te bestuiven, moeten die insecten wat bieden. Nou, en dat doet deze boom door de nectar. En dan en passant mogen ze de stuifmeel meenemen. Het is toch zonde dat we dat niet gewoon hier ergens met bordjes of wat dan ook hebben voor een willekeurige passant. Ja. We moeten het toch weten dan? Ja, dat is het ook. Ja. En prima bomen zijn dit. Ja. Een stuk voor stuk. Ik heb net gehoord dat dit eigenlijk levensgevaarlijke bomen zijn, omdat ze geënt zijn. Dat kun je hier aan zien. Aan die sneden. Dat is dus het oude stuk waar iets nieuws opgezet is. Maar die schijnen een uitgestelde, hoe noem je dat? Onverenigbaarheid. Uitgestelde onverenigbaarheid te hebben. Oftewel, het lijkt hartstikke goed gaan en in één keer... Kudunk. Hebben ze er geen zin meer in. En waarom is dit dan een boom van de toekomst, als ze ingezaaid zijn? Ook deze boom die komt uit de streken waar het in de zomer veel droger is dan hier nu. En die boom is dus al aangepast aan die omstandigheden. En hij is mooi recht, dus je kunt de goede houten plankjes maken voor je vloer en zo. Ja, dit is hard hout. Ja, prima pakket. Nee. Maar dit is geen toekomstboom. Het is gewoon een vrij zeldzaam boom. Dit is een struik, maar uiterst zeldzaam. Ik kom er echt nergens tegen. Uiterst zeldzaam zelfs? Ja. Oké. Okay. Ja, weet er in Engeland een te staan en het is niet dat ik hem zie. Oh, maar dan gaat je hartje sneller kloppen, of niet? Ik vind dit leuk. Maar dat is de passie die je hebt voor bomen. Zeg maar, dat... Turkije de Friedenbaan. Daar komt deze vandaag. Ja. We zitten nog steeds hier in Zuid-Europa. Ja. En dit is Acer cappadocicum. Oftewel een cappadocische esdoorn. En ook deze komt uit een gebied waar het heel droog kan zijn in de zomer. En omdat wij die droogte ook krijgen in de zomer, is dit een hele geschikte boom. Die in de stedelijke omgeving goed kan groeien. En gelukkig staat hij er ook al behoorlijk wat. Mooi het Zuiderpark is, als het warm weer is. Als het warm weer is, vindt dit Zuiderpark lekker. Kijk, dat bedoel ik nou. Hè. Bomen doen iets voor jouw klimaat. Want zijn alle bomen ingemeten? Zijn toen ingemeten, ja, door een bedrijf.
Nou, voor ons is natuurlijk wel duidelijk dat bomen ontzettend van belang zijn. Voor ons klimaat, voor ons comfort. Maar ja, weet de rest van Nederland dat ook? En in deze economisch slechte tijden, heeft dat dan überhaupt nog wel een urgentie? Nou, wij hebben vandaag bij elkaar gezeten en wij denken van wel. Wij denken dat er heel veel te vertellen is voor landschapsarchitecten, voor bestuurders, voor gemeenten, voor groenbeheerders, voor boomkwekerijen. Graag willen we iedereen bij elkaar brengen. Een stukje kruisbestuiving, een stukje netwerken willen we volgend jaar gaan doen, maar we hebben ook jouw ideeën nog nodig. Mocht je ideeën hebben hoe wij een leuk congres kunnen organiseren waar jij ook veel voordeel van hebt, dan kun je mailen naar info@bomen-met-toekomst.nl. En dat staat dus nu onder in beeld, als het goed is. Zo niet gaan we dat nu regelen. Of twitteren met hashtag toekomstbomen. Nou, ik hoop u volgend jaar te zien. Ik hoop uw ideeën te horen. En wij gaan nog genieten van een zomerse dag onder de bomen, want dan is het pas echt lekker.